Kien Innovatiemeesters is een activiteit van Stichting Kien en heeft tot doel installateurs, elektrotechnische installateurs in Nederland te helpen zichzelf te ontwikkelen op allerlei innovatievragen. Ja, innovatie is voor mij bestaande technieken op een nieuwe manier toepassen. Ja, producten die zijn er gewoon, het gaat alleen om het toepassen. Ik bedoel, dat zag je met de ledlamp, die bestaat eigenlijk al tientallen jaren. Ja, nu is het standaard. Warmtepompen gaan van het gas af, wat betekent dat voor onze cv, wat betekent dat voor onze cv-installateur? Vandaag zijn we bijeen onder het thema Innovation and Play. Aan de ene kant willen we innovatie, het proces van innoveren, de menselijke kant van innovatie laten zien. En aan de andere kant, de play kant, het daadwerkelijk laten ervaren van wat betekent nou innoveren en hoe zou je nieuwe methodes, nieuwe instrumenten kunnen inzetten om tot succes, tot resultaat te komen. Het thema Innovation and Play is leuk gekozen en ze maken het ook echt waar. Dat is leuk. Ik vind het heel leuk dat er niet alleen gesproken wordt, maar dat je ook iets mag doen. Lego stenen, even bouwen en doet je op andere ideeën brengen. Dus heel goed. We hebben vandaag drie bijzondere sprekers gehad. We zijn begonnen met het bekende, ongelooflijk enthousiaste scheidsrechter Bas Nijhuis. Als tweede spreker hebben we Mark van Delft. Een ondernemer met een eigen installatiebedrijf die een kijkje geeft in zijn keuken over hoe hij innovatie, met name sociale innovatie, in zijn organisatie heeft doorgevoerd. Onze derde spreker is Rutger Slump, trainer, leiderschapstrainer. Die neemt ons mee in de persoonlijke kant van innovatie, de menselijke kant van innovatie. Het oude loslaten, dat zie je vaak. Ik heb vaak ook wel leuke ideeën, maar je moet vaak opboksen, mensen niet zozeer op ideeën brengen, maar van oude ideeën afbrengen. Dus juist anders kijken naar de vraag en niet de standaard oplossingen bieden. We hebben onder het thema Innovation and Play eigenlijk drie onderwerpen gehangen. Het horen, het doen en het delen. Het horen zijn drie sprekers geweest. In het doen zijn we actief aan de gang gegaan met Lego Serious Play. En daarnaast hebben we het delen gedaan. Dus echt in de gesprekken, in de pauzes, maar ook tussen de lege momenten in. Dat bracht mensen echt in beweging. Ik ben echt positief verrast. Ik kwam binnen in de zaal. Heel mooi. Hele leuke opstelling. Ik ervaar de sfeer als open. Mensen komen naar je toe, ze zijn geïnteresseerd. Ja, ik vind Kien Innovatiemeesters inspirerend, omdat het leuk is om met elkaar over hetzelfde onderwerp te discussiëren en na te gaan wat de techniek voor jou vanmorgen kan betekenen.